publiek dat vanuit de regio of vanuit de rest van het land naar Tilburg komt voor een optreden van jou, ja. Van het station naar 013 loopt, in de toekomst, in de nabije toekomst, in de Walk of Fame, ook ja. over jouw tegel kan lopen, ja. jouw tegel kan zien. Duncan Lawrence stond donderdagavond in het poppodium 013. Na zijn concert werd hij verrast door de burgemeester. Tilburg had al een speciaal plekje in zijn hart, dus het is voor de muzikant een hele eer om hier een tegel te krijgen. Bizar dat ik nu dadelijk een tegel in Tilburg heb liggen. Mijn hart ligt sowieso qua thuis in Tilburg, dus dat, ik noem het ook altijd echt mijn thuis. Daar ben ik een soort van voor mezelf opgegroeid toen ik studeerde, mijn eigen keuzes voor het eerst kunnen maken. Dus dat ik straks een tegel daar heb liggen. Ik denk dat ik gewoon een keertje ouderwets met de trein naar Tilburg kom en dan langs die tegel de stad in loop. Heel erg leuk, met een koffietje van de Albert Heijn to go. Hop, zo de stad in. Lijkt me tof. Duncan is geen onbekende van Tilburg. Hij studeerde namelijk in 2017 af aan de Rock Academie. Voor zijn optreden wilde hij nog even de nostalgie van de stad ervaren. Ja, waanzinnig. Het voelde echt weer als thuiskomen. Ik ben ook van tevoren eventjes de stad ingewandeld. En gewoon even gaan kijken van oké, wat is er veranderd? Wat is er nog hetzelfde? Even langs de Rock Academie gelopen. Dus het voelde echt weer eventjes als thuiskomen. Dat was heel fijn. Gewoon tegel in Tilburg. Dank jullie wel!